Hello, welcome to my Dutch family. Welcome.Yes, Kai! Oh, 全然俺のとこになっちゃう。スカイ、スカイ、スカイ。ああ、しましょう。Ik denk, daar komt weer wat. Daar komt weer wat. Wat zou nou een nieuwjaarstoespraak zijn zonder een primeur? Vijf minuten geleden voor elkaar gekomen. Laat me zien. Hallo, Mr. Hans Nijland. I'm Koitakura.I'm very happy to join great club FC Groningen. Hope see you soon. Thank you. In januari 2019 komt Koi Takura naar FC Groningen. De dan 21-jarige Japanner is overgenomen door Manchester City en wordt direct verhuurd aan FC Groningen. Ik ben een Groninger. Ondanks zijn eerste Nederlandse woorden tijdens de presentatie kent Ko mede door taalproblemen een stroeve start. De eerste 1 ヶ月間は hotel. Hotel で住んでて。でもどうだ、車もなかったんで、同じタイミングで入ったモーとポール・グランドンっていうの、選手が2人いて、選手に送り迎えしてもらいながら練習にも行ったりして。でも最初の1ヶ月なんかこう喋りたいけど喋れないとかそういうのがちょっと悔しかったかな。本当はもっとみんなと仲良くなりたいしもっとこうチームメイトのとこ入っていきたいけど。Ko kwam twee jaar geleden naar Groningen toe en op dat moment zat hij in het hotel. Hij sprak geen woord Engels. Dus toen hebben ze mij gevraagd of ik Ko Engelse les wilde gaan geven. Dat was voor mij de eerste die ik in het Engels les moest gaan geven. De rest was allemaal Nederlandse les die ik gaf. Ik heb dat gedaan. Ik ben naar het hotel gegaan. En ja, Ko die was daar en die sprak echt geen woord Engels. Alleen, what? Dat was het enige wat ik kon zeggen met grote ogen. But when I came here, I couldn't understand English. Nee. How English? Nothing. Yeah, there was only one word. Yeah, I always say what? Every time. Yeah. Yeah, yeah we did...1 hour or 2 hours. Yeah. But I couldn't understand 1 hour, 2 hours. Nothing. Right. So we have to do everything with pictures. Yeah. And repeating. Repeating, yeah. Talking. Yeah. Starting to learn the words. Yeah. And then after that, we could do the grammar. Yeah. Then, and then building up the English. Little by little. Yes. Yeah. で、まあそこからですね。最初だから。まあ、英語レッスンしないといけないから週に2、3回ぐらいやってたけどもう最初の方なんかもうそれこそ1時間2時間ぐらいやってたけどもう何言ってるか全く分かんないからもう会話にもなんないしで日本語喋れるわけじゃないんでやっぱ英語じゃないとダメだからもうじゃあ1時間2時間終わってもうわーもう今日も何言ってるか分かんなかったなっていうのがやっぱ続いてたけど。Het communiceren ging eigenlijk door middel van plaatjes en woorden erbij. Echt heel basic. Gewoon, ook ik. En dan naar jezelf wijzen, jij naar hem wijzen. En op die manier ga je alles bij langs. Dus dat was echt, het was wel lastig. Maar goed, hij pakte het wel heel snel op. En dat was wel heel mooi, waardoor we toch eigenlijk wel redelijk snel kleine zinnetjes konden maken en dat hij steeds meer ging begrijpen. Okay, yes. Let's start. We have some sentences. You have to put the words together. Okay. And then you have to make it on the right word order. Okay. Yes? Try yes. it. Yes, just start. Okay. They take photos every Monday. Yes. That's good. Yeah, that's good. Oh, easy for me. Don't say too loud. She goes to school every day. Yeah. でもまあインゲボルクはこうどうにかねコミュニケーションを取ろうって簡単なワードから教えてくれたしでなおかつそこからこう家にも招待してくれてで、まあ、僕も家に行くようになり、もうそこから、まあ、いつからこうやってコミュニケーションを取れるようになったか分かんないけどちょっとずつこうやって英語を勉強してって、ちょっとずつ言いたいことが言えるようになって相手が言ってることが聞けるようになってっていうので、まあ、本当にもう来た当初から、すごい面倒を見てもらってたし。まあ、
自分としてももちろんサッカー頑張るけど、やっぱこうやってちょっと家族的な存在がこうやって近くにいてくれるっていうのはすごい心の面でもすごい支えになったし、うん、それはすごいありがたかったなっていうふうに思いますね。Ja, ik had zo met de jongen te doen, in zijn eentje op een hotelkamer, nou ja, helemaal niks om zich heen. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met op een gegeven moment van, nou, kom eens een keer bij ons. Wij waren gastouder al voor FC Groningen. Dus we hadden al een jongen van FC Groningen natuurlijk in huis. Dus ik zei, nou, schuif aan als je dat wil. Nou, en op dat moment vond hij het natuurlijk zo fijn om eigenlijk het hotel uit te kunnen. En dat hij hier frequent aanschoof, s'avonds aan tafel. En we eigenlijk de Engelse les gingen combineren met het avondeten met elkaar. My brother and my sister. Yes, Queen. Yes. He is Queen. My brother. She is Lala. My sister. Ja, dat is echt, wij zeggen altijd, het is onze bonuszoon. En de kinderen zien hem ook echt als een broer. Hij ziet het zelf ook zo. Ja, het is zo'n sterke band die we hebben opgebouwd met hem. Dat is voor altijd. Dat is echt te gek. Ja. Wat voor jongen is het? Ja, ik zeg een dikke grappenmaker. Dat sowieso. Hij zat in voor geintjes. Dus dat zeker. Echt een jongen met een hart van goud. Het is een hele lieve jongen. Begaan met heel veel mensen. Nee, goed, het is echt een. Ik vind het een gouden jongen. Ja, yeah, I'm Lepoto. I introduce horse, two horses. Let's go. Dit is mijn eigen pony en die is voor mijn broertje. Oh. Fruus, hè? Fruus. Guus. Guus. Fruus. En de. I forgot. Gambler. Gambler. You want to give him another yes, one? Yes, thank you. Bruce, eat. Yes. いや、多分みんなヨーロッパの人たちって日本人のことをシャイだなとか、まあ、ちょっと静かだなっていうイメージをすごい持ってたと思うので、まあ、だから多分こう。自分が来ると、まあ、そのイメージとはまたちょっと違うタイプだと思うので自分は、うん、だから日本人まあでも日本人みんなシャイっていう言い方もおかしいですけど、でも割と自分はオープンで、どちらかというとちょっと日本人っぽくはないのかなっていうのは、みんながそういうふうに思ってると思います、チームメートとかは。Je hebt een bepaalde verwachting op het moment als je een Japanse cultuur denkt te kennen, dat ze wat terughoudend zijn en dat ze wat gesloten zijn. Maar ja, dat is hij alles behalve. Hij is extrovert, hij maakt grapjes, hij het is een hele toegankelijke en een benaderbare jongen. En nou ja, als je een beetje van de cultuur uitgaat, en althans, dan moet ik voor mezelf praten. Wat ik zou verwachten is dat ze veel meer gesloten zouden zijn. En dat je veel minder snel contact zou kunnen leggen. Het is gewoon leuk om een nieuwe jongen bij je in huis te hebben. En het is altijd gezellig met iemand erbij. En er is altijd wel lol. Holly. Ja, a lot of animal. Hier. Nee, kom op. Ja. Yes? Yes. Do you want to hold it? Yes, like this? Yeah. Oh. Good food. Fresh chicken. No. No. Yeah, sometimes I get fresh eggs. Oh. Wat voor jongen is Ko? Een hele vrolijke, open en spontane jongen, maar ook wel grappig. En ja, hij houdt ook wel van een beetje plagen en zo. En ja, dat vind ik wel heel leuk aan hem. Leeds, come back. Yes, I'm happy. Itakura is inmiddels een aantal weken in Nederland wanneer Leeds Doan terugkomt van de Azië Cup. Dat maakt het voor Ko iets makkelijker om zich thuis te voelen in Nederland. Maar ik zelf, de eerste keer in Europa, was het ook.
リツがいたことで、助かった部分っていうのはすごい大きいし、まあやっぱこう思ったことをこうやって英語とか喋れない時に日本語でこう喋り合えるっていうのは、すごい自分にとっては良かったかなっていう。もちろんなんか個人的には難しいこの半年間だったっていうイメージはあるけど、でもまあリツにはすごい助けられたし、もうたくさんいろんなことを喋れたんで、もうサッカーだけに関わらず、いろんなことをこう喋ることもできたし。Ondanks de steun van Liets Doan krijgt Ko Itakura nog niet het vertrouwen van trainer Danny Buijs. Hij komt niet in de plannen voor. Dat was een heel zwaar half jaar voor hem. Hij had natuurlijk vanuit Japan alles opgegeven. Hij was naar Manchester City gegaan, had hij contract getekend. 5 dagen later kwam hij naar Nederland toe, naar FC Groningen. Hoop veranderingen om te voetballen en om verder te komen. En ja, goed, hij stond inderdaad op de bank. En hij speelde in het reserveteam. Tenminste, Groningen 2 hadden we toen nog. En dat was voor hem heel erg moeilijk. Het was echt een half jaar waarin hij baalde. Hij snapte niet waarom hij het niet opgesteld werd. Communicatie was een groot probleem. Want ja, het Engels was natuurlijk net in opbouw. Maar ja, goed, dat was ook nog niet zo goed. Dat hij ook het vertrouwen had om ook met de trainer te praten. Daarbij ook nog eens een keer de Japanse cultuur. Want in Japan heb je geen weerwoord tegen je trainer. En zal je ook zeker niet gaan vragen waarom je niet opgesteld wordt. Dus toch meerdere punten bij elkaar, wat het voor hem heel moeilijk en heel zwaar maakte. En nou, we hebben het er vaak met hem nog over gehad de loop van de jaren inmiddels. En hij zegt zelf ook van als ik dat half jaar jullie niet gehad had om te praten, om te sparren erover, het familiegevoel te krijgen, dan was ik echt al teruggegaan naar Japan. Ja. Ja, もう自分の力不足だったかなっていうふうには思いますね。やっぱサッカー選手である以上、どうにかこう監督に信頼してもらえるように、監督が使いたいって思ってもらえるようにしないといけないし。まあだからやっぱ最初日本からこっち来た時はもう自分の力不足で試合に出れてなかったと思ってたし、まあその分こう悔しい気持ち、こう負けたくない、試合に出たいっていう気持ちもあったし、もちろんチームメイトにも負けたくないっていう気持ちもあったし、まあとにかく練習からやるしかないなっていう気持ちが強かったので、もうやるだけでしたね、とにかく。Na een half jaar wennen in Groningen staat Ko Itakura in de basisopstelling bij de seizoensopening in Emmen. Mike de Wierik is de captain van FC Groningen. Bekende namen, maar ook nieuwe namen bij beide elftallen. De Leeuw. Kolar. Met Itakura. Dat is een flinke ingreep hoor, van die jonge Japaner die ook op de bal wordt geslingerd. Ja, hij speelt wel de bal. Arias is te lax en Itakura profiteert. Hij speelt toch een goede wedstrijd hoor, die jonge Japaner. Lundqvist. Ja, daar gaat hij dan, de goal van Groningen. Ja, het is Rustić. En Groningen gaat deze wedstrijd winnen. Of het moet wel een wonder gebeuren. もう今日これチームが勝たなかったら、自分がいいプレーしなかったらもう次ないなっていう風な気持ちで試合に臨んでたんで、まあそこでしっかり1試合0でこう勝つことができて、でそこから、まあ、今結果でしかないけどこう出してもらえてる、監督に信頼してもらってこう今も使ってもらってるっていうのは、すごい嬉しいことだし、まあでもそのやっぱ出始めた時の気持ちは絶対忘れちゃいけないなっていう風に今は思いますね。Inmiddels is Ko niet meer weg te denken uit de formatie bij FC Groningen. De Japaner staat zelfs in de top 10 van het spelersklassement van de Eredivisie van Voetbal International. Ko is een ontzettende gemotiveerde, fijne jongen die het hart hartstikke op de goede plek heeft zitten. Die begrijpt wat er nodig is om te slagen, denk ik, als voetballer. En die ongelooflijk zijn best doet om... om daar te komen waar hij wil zijn. He is not a typical center back. He is originally a midfielder. That is why so he can use both legs
And then he can make I say, good delivery. And then he has I say, good game control. We zijn ontzettend trots op hem. En dan zie je nog een keertje dat het inderdaad echt is. Het is gewoon een extra zoon die je erbij hebt. Want zo voelt het ook. En ja, je bent zo blij dat hij dat bereikt. En het is zo speciaal. En ja, voor ons is natuurlijk, het is Ko. En hij hoort bij ons eigenlijk. En dan, als je dat dan weer hoort, denk je, oh ja, het is inderdaad wel heel speciaal dat we zo'n goed contact met hem hebben. En ja, we zijn echt heel trots dat hij dit zo ver geschopt heeft. Joey Veerman van Bergen. Henk Veerman voorin. Ah, dit is prima gespeeld, maar ook weer waanzinnig verdedigd door Itakura. Ik krijg de complimenten van Pat. Kung fu actie. Dervi Soglu. Is snel, Itakura, uitstekende ingreep. Daar is Idrissi, Haller. En dan legt hij hem weg voor Idrissi. En die heeft net even te veel tijd nodig. Schiet hem daarom tegen Itakura aan. Het idee is Kerk. Pat komt, heeft de bal half, heeft de bal niet. Het spel gaat verder, Kerk eroverheen, maar Itakura kopt weg. Hij is inmiddels aangesloten bij het nationaal team. Heeft daar nog niet al te veel speeltijd gekregen. Maar dat wil zeggen toch dat hij zich binnen de gevestigde orde heeft kunnen knokken. Wat status oplevert natuurlijk. Als je bij een nationaal team speelt, dan ben je er. Al zal hij zelf nooit zeggen dat hij er al is. Hij zal nog steeds stappen moeten blijven maken. De grote droom voor komende zomer is deelname aan de Olympische Spelen met Japan onder 24. Itakura is daar al wel een vaste waarde. Ja, 大事. もうすごい大きなイベントですよね。 日本にとってもやっぱみんな国民がこうやって盛り上がる、すごい大きなイベントだと思うし、僕個人にとってもこうやっぱり1回じゃないですか。人生において、やっぱ1回しか出れない、すごい大きな大会だと思ってるし。 まあ、なおかつそれが東京でできるっていう嬉しさもすごいあるし、いやもうそれはもうすごい楽しみだし、自分にとってはすごい大きな大会だなっていうふうに思います。Yes. He was a good goalie, yeah? Yeah, good goalie. He's a good goalie. Yeah? Yes? Yeah. Good goalie. Better than Sergio, I think. Yes. You can play with us, I think. De Nederlandse familie van Ko is zo belangrijk voor hem dat ze zelfs waren uitgenodigd om de Olympische Spelen te bezoeken. Maar helaas kan dat vanwege COVID-19 niet doorgaan. Ze hebben een speciale band opgebouwd. Ja, maar kazoku is het. Oranda no kazoku is het wat het sterkste is. もう多分これから先も一生の付き合いになってくると思うし、もうめちゃくちゃこう面倒見てもらってるので、多分インゲボルクがいるから僕の親も安心してるんですよね。そういうのもやっぱあるし、だからこうやって出会えたのもフローニングに来てこうやって出会えたっていうのもすごいことだなと思うし。 自分にとってすごいありがたい存在なので、これから先も多分一生続いていく関係じゃないかなというふうに思います。 Als je ook kijkt bij Ko met dat eerste half jaar, hoe moeilijk hij het heeft gehad. En als hij dan achteraf ook terugzegt tegen ons, ja, dat het zo belangrijk is dat we dat halve jaar hem hebben gesteund. En voor hem eigenlijk een klankbord waren. Dat hij zijn verhaal kwijt kon, dat hij even kon nadenken over van wat anders kon, moest. En ook inderdaad het familiegevoel. Ja, dat is gewoon met z'n allen gezellig aan tafel kunnen zitten, een spelletje doen. Van die kleine dingen die het hem dan toch maken uiteindelijk. Ja, ik hoor van hem en ook van Niklas, die in Denemarken zit, daar hebben we het ook voor gedaan. Daar, ja, we horen zoveel berichten erover terug, dat zo belangrijk is geweest om uiteindelijk je draai te vinden, om je goed te voelen. En als je je goed voelt, kan je presteren. Dus het is wel echt heel belangrijk voor een jongen om in ieder geval, denk ik, iemand te hebben waar je op terug kan vallen. En dat overzees natuurlijk, helemaal naar Japan. Ja, je kan niet even naar je ouders of iets. Dus daar is het echt heel belangrijk voor geweest. Ja, ik vind het echt een heel mooi verhaal. Ik ken natuurlijk meerdere Japanse voetballers, maar
voetballers die zo zijn opgenomen in een Nederlands gezin die ja, dat, dat hem zo omarmd heeft. Dit is echt, ja, het moet van twee kanten komen, de liefde. Dus dat kan niet anders dan dat en de Nederlandse familie een goede familie is. Maar je hebt met Ko ook wel echt, denk ik, een hele mooie adoptief zoon getroffen die er mooi in past. Ja. Ja, hij zegt ook waar ik ook heen ga in Europa. Wij blijven in dat opzicht zijn familie voor hier in Europa. En ik ben zijn Nederlandse moeder. En ja, dat is echt heel speciaal dat je dat met elkaar hebt opgebouwd. Zout haring. Oh, this one. Yeah. Oh. You do it like this. Is it good? Mm. Lekker? Lekker, Ko. Come on, you okay. Can do it. Here. Denk gewoon dat het delicious is. Denk eens, delicious. Oh, het is good. Oh, it's so good. I don't like. Oh. Lekker? Ja. No, niet lekker.